guys, leuk dat je kijkt naar deze video. Deze video is een week in mijn leven, want ik heb namelijk toetsweek. Dus ik dacht, het is wel leuk om daar een video van te maken. Voor mij is het niet heel leuk, want ik moet natuurlijk de hele week leren. Dus hopelijk vinden jullie het een beetje interessant om te kijken. En ja, ik heb dus deze hele week door toetsen. Mijn toetsweek is van maandag tot maandag, maar ik heb gelukkig de laatste maandag, dus volgende week, geen toets. Sommige mensen wel, dus ja, ik heb wel geluk dat ik dat dan niet heb. Maar ik heb dus vandaag al mijn eerste twee toetsen gehad. En daarvoor moest ik natuurlijk leren. En ik heb al wat dingetjes gefilmd vorige week. Want toen was er gewoon een mooie sunset. En ik had lekker een chill leerdagje thuis. Dus dat gaan jullie nu zien. Oh my god guys. Er is na zo'n lange tijd weer echt een super mooie sunset in de winter. Dat waren dus de beelden van vorige week en het is dus nu echt de toetsweek. Dus ik moet gewoon elke dag gaan leren. Ik heb elke dag echt maar 2 uurtjes of zo. Dus vandaag begon ik om 10:30 en eindigde ik volgens mij om 10:50 zoiets. Ik ben nu al heel eventjes thuis. Ik ga zo lekker lunch maken. En vandaag had ik bedrijfseconomie en Engels. Voor Engels had ik gewoon een leestoets, dus daarvoor hoefde ik eigenlijk niet te leren. En ik denk dat het wel goed ging. Ik moest de laatste tekst wel een beetje snel maken, want we hadden 2 teksten. En daarna had ik dus bedrijfseconomie en daarvan moesten we 8 hoofdstukken leren. Dus alle hoofdstukken die we dit halve jaar hebben gehad. Dus dat was wel heel erg veel, maar ik heb het wel goed gedaan, denk ik. Voor mijn gevoel ging het al heel erg goed. Maar ja, ik denk dus dat ze allebei wel gewoon goed gingen, dus daar ben ik wel blij mee. En morgen heb ik alleen geschiedenis. Dat is heel erg chill, want daarvoor heb ik een samenvatting gemaakt. Dus dat is eigenlijk het enige wat ik hoef te doen. Oké, ik heb dus dit, ja, notitieblok en... Ik zit dus in 4 HAVO, dus volgend jaar doe ik examen. En ik heb dus dit collegeblok en hier maak ik al mijn samenvattingen in, zodat ik die volgend jaar nog heb, want dat is gewoon heel erg handig. Dat zeggen vooral heel veel mensen, dus ja, daarom doe ik dat. En morgen heb ik dus geschiedenis, dus dit is mijn samenvatting. Ik moet hoofdstuk 5 leren. Zoals je ziet is het dus best wel een lange samenvatting, maar... Ja, mijn samenvattingen zijn altijd best wel lang, maar het werkt toch wel heel erg goed. Dus nu ga ik denk ik eventjes lunch maken en daarna ga ik leren. My strawberry kisses. I was going up the coast in a minivan that broke. Like my voice when I told you I was leaving. Pack my bag up, take her home. Never homesick down the road. Good morning, guys. Het is vandaag dag 2 van de toetsweek. Vandaag heb ik dus alleen geschiedenis, dus dat is heel erg chill. En dat heb ik wel goed geleerd, denk ik. Want ik heb net nog even doorgenomen en ik weet alles gewoon heel goed. Dus dat is mooi. Ik had vanochtend ook heel veel tijd, want ik begin eigenlijk elke dag pas om 11:30 of zo. En ja, ik kon dus nog eventjes leren vanochtend en gewoon nog even chillen. Ik heb nu ook gewoon nog tijd, dus ik ga nog even wat eten, denk ik. En dan moet ik dus gewoon even een uurtje naar school om een toets te maken. En dan ben ik dus gewoon weer klaar en dan ga ik naar huis. En dan moet ik wiskunde leren. Daar heb ik echt geen zin in, want ik heb morgen wiskunde. Maar ja, het moet. Ik heb trouwens echt elke dag een chill outfit aan. Ik heb gewoon een sportlegging aan met een lekkere trui. En iedereen loopt gewoon echt in chill outfits in de proefwerkweek of in de toetsweek. En verder neem ik gewoon altijd zo'n klein katoenen tasje mee. En daar doe ik gewoon even wat eten in. Of een etui of zo. Hey guys, het is vandaag woensdag. En ik ben gisteren gewoon echt helemaal vergeten te vloggen na school. Dus... sorry daarvoor, maar ik was gewoon echt de hele tijd wiskunde aan het leren, dus ja.
Sowieso is dat niet heel interessant om te bekijken. En vandaag heb ik dus wiskunde. En ik begin pas om 12:50, dus dat is echt heel laat. Maar ik ga zo meteen nog heel eventjes wiskunde doornemen. En ik heb dus gisteren gewoon een oefentoets gemaakt. En ik denk dat ik het wel gewoon kan. Ik hoop het. Want wiskunde is nou niet echt mijn beste vak. Maar ik heb het toch wel gekozen omdat ik het wel gewoon handig vind om te hebben. Maar gelukkig heb ik vandaag alleen wiskunde, dus niet ook nog een ander vak. Morgen heb ik maatschappijleer en Frans, maar daar zal ik wel over praten na school. Dus ja, ik ga nu nog lekker chillen, een beetje wiskunde doornemen en daarna naar school om de toets te maken. Maar ja, we hebben nu al genoeg gepraat over het leren. En ik heb trouwens dit weekend mijn wimpers laten verven, dus ik heb nu geen mascara op. Zo zien mijn wimpers er dus uit. Maar dat is heel erg chill, want dan hoef ik gewoon geen mascara op te doen in de ochtend en heb ik echt een hele chille proefwerkweek. Want ik heb ook gewoon echt elke dag een chill outfit aan, zoals ik gisteren al zei. En vandaag heb ik dus gewoon deze rode trui aan en weer een sportlegging. Hey guys, ik ben dus net terug van school en ik heb lekker wat te drinken. En ik had vandaag dus wiskunde en ik denk dat het wel goed ging. Het was veel makkelijker of zo dan ik dacht, want het waren echt heel weinig vragen terwijl het een ET was. Ik denk dat het dus wel goed ging. En ja, nu ben ik lekker van wiskunde af, dus ik ben echt heel blij. Morgen heb ik maatschappijleer en Frans. En voor Frans moesten we dus een boek lezen, of twee boeken lezen. En die heb ik allebei gelezen, dus ik ben best wel trots op mezelf. En ik heb morgen ook maatschappijleer en daarvoor heb ik een samenvatting gemaakt. Dus dat komt ook helemaal goed. En maatschappijleer moeten we dit jaar volgens mij afsluiten. Want ik zit dus in 4 HAVO. Maar ik ga nu lekker genieten van mijn drankje. En lekker chillen. En daarna gaan we weer leren. Dus ik hoop dat dit een beetje een interessante vlog is. Want ja, het is letterlijk een proefwerkweek. Dus ik doe ook gewoon niks behalve leren. Dus stay in school, guys. Maar als de proefwerkweek voorbij is, ga ik echt lekker afspreken met vriendinnen. Ik heb net even geleerd, ik ben nog niet klaar, maar ik wilde even zeggen dat dit is dus hoe ik eruit zie in de proefwerkweek. Super fancy, ik heb een lekker dekentje om en ik heb even wat eten gemaakt. Dit is mijn eten, het ziet er echt super random uit, maar het zijn dus twee van die Amerikaanse pannenkoekjes en daarin zit banaan, dus ja, vandaar dat ik er geen suiker op heb. Het smaakt dus al naar banaan. Dus dat ga ik nu lekker opeten. En daarna gaan we weer door met leren. En oh ja, ik heb deze trui even aangedaan. Hij is wel al gewassen, want ik had hem gisteren natuurlijk ook aan. En ik leef echt in deze trui. Maar hij zit gewoon heel erg chill. Maar ik was hem wel, jongens. Geen zorgen. Oké, mijn knop is inmiddels helemaal uitgezakt, zoals je ziet. Maar ik ga nu eventjes mijn bed opmaken. Morning guys, het is vandaag donderdag, dus de proefwerkweek is bijna voorbij. We moeten nog 2 dagen. En vandaag heb ik maatschappijleer en Frans. En dat heb ik dus gisteren allemaal al verteld. Maar ja, ik heb dus net nog eventjes maatschappijleer geleerd. En ik ga nu nog eventjes wat eten, lekker chillen. En daarna ga ik naar school. En na school moet ik dan natuurlijk weer leren. Maar dat is dan de laatste middag dat ik moet leren. Dus ik ben heel blij dat we richting het einde gaan. Vandaag heb ik lekker deze trui aan. Die heb ik dus laatst nieuw gekocht. Ik dacht, we doen eens een keer wat anders. En ja, ik vind het best wel leuk. En dan met mijn Adidas sportlegging weer, want ja, elke dag lekker sportleggings aan in de proefwerkweek. Dus ik ga nu weer lekker zo'n pannenkoekje eten, wat ik gisteren ook had met banaan. En nog even chillen en daarna naar school. Hey guys, ik ben terug van school en ik had dus vandaag maatschappijleer en Frans. Volgens mij ging maatschappijleer wel heel erg goed en daar hadden we ook meer keuzevragen. Dus ja, dat is altijd wel gewoon makkelijk. Dus ja, ik denk dat dat wel goed ging. En daarna had ik dus Frans. En het was echt mega veel. En ja, het waren iets van 23 vragen. Dat klinkt echt niet veel. Maar je moest echt helemaal in die boeken ook die bladzijden gaan opzoeken. En dan heb ik morgen nog Eco in Nederlands. En voor Nederlands heb ik een leestekst. Dus daarvoor hoef ik alleen maar even een samenvatting door te nemen. En voor economie moet ik 9 hoofdstukken leren. Dus ik heb echt geen zin meer. Maar nog 1 dag. Dus we kunnen dit. Maar oké, ik ga nu even iets anders vertellen. Want het is echt best wel grappig. Ik had dus iets van 1,5 week geleden. Ja, volgens mij gewoon 1,5 week geleden. Of misschien wel minder. Had ik dus een TikTok-account aangemaakt. Gewoon voor de grap. Weet je wel, zoals iedereen dat doet. En ja, het was gewoon zo'n account waar ik gewoon lekker leuke video's, een beetje aesthetic video's op doe. En ik heb het gewoon Surf Diary genoemd. Ja, dat vond ik wel grappig. Want ik had dus al een TikTok-account dat gewoon Liv Catharina heette. Waar ik gewoon grappige TikToks op postte. Dus ik dacht, ja, wat gebeurt er nou eigenlijk als je een ander account aanmaken, dus gewoon een heel nieuw account, ga je dan zeg maar viral? Dat wilde ik gewoon zien, want ik zag altijd van die mensen op For You en zo,
Dus, ik had zo'n account aangemaakt. En het is nu letterlijk 1,5 week geleden. En ik heb 10.000 volgers. Dus ik ben echt low-key TikTok famous. Dit is dus mijn account. Je ziet dus hier 10.000 volgers. Ik vind het echt best wel cool. Want ik heb echt niet veel video's zoals je ziet. Dus mijn tweede TikTok of zo, die is dus 300.000 keer bekeken. Echt niet normaal. En ja, ik vind het best wel grappig dat dat dus gewoon is gebeurd. En ik vind het natuurlijk heel erg cool. Good morning guys, het is vandaag de laatste dag van de proefwerkweek. Zoals je ziet lig ik nog lekker in mijn bed. Ik ga over 10 minuten even mijn tanden poetsen. Maar ik lig nog in mijn bed, want deze kleine stinker ligt hier. Maar ja, vandaag heb ik dus Nederlands en economie. En ja, voor Eco heb ik dus gisteren 9 hoofdstukken zitten leren. Dus ik hoop dat ik het goed heb gedaan. En ik had gewoon zo'n samenvatting uitgeprint van de site, zeg maar. Van gewoon de methode die wij hebben voor economie. En voor Nederlands had ik nog een samenvatting. Dus die heb ik ook even doorgenomen vanochtend. Dus hopelijk moet het goed komen. Ik heb er geen zin meer, maar nog heel even. En dan zijn we eindelijk klaar. En vanmiddag ga ik eindelijk weer afspreken met Lucia en Sophie. Dus daar heb ik ook heel veel zin in. Hey guys, ik ben net terug van school en de toetsweek is voorbij. Yes, ik ben echt heel blij. En allebei de toetsen gingen best wel goed. Ik was echt gewoon best wel vroeg klaar. Want ik had bij allebei de toetsen echt nog 20 minuten over of zo. Dus, nou, best wel goed. Maar ja, het is nu lekker voorbij. Dus we gaan lekker stoppen met praten over leren. En Loes komt zo meteen. En Sophie komt iets later, een half uurtje later of zo. Want ze heeft nog school. Hey, ik had geen toetsweek. Ha. Maar ik had geen toetsweek. Oké, okay, leuk voor je. Oeh, je kan het zien. Ik ben sfeervol aan het maken. Dit je ook echt heel cool. Ja, zo groot. En je let. Oké, 3, 2. Nou, jullie hebben speciaal hier voor Starbucks gehaald. Nee, ga weer. 2, 1. Ik mocht even de camera met. Nee! Nee, Loes. Wat kan je wel, .nl?